echt verschrikkelijk. Het is echt de broedplek van jongeren. Waar ze echt alle mogelijkheden krijgen. En het is het staat al, ik weet niet hoe lang leeg, 8 jaar leeg. En het wordt een fantastische lezing gegeven. Ik had het niet. Het is zo mooi. En nu? Het is geen enkele bestemming voor. Nee, het gaat weer jaren leeg staan. Het gebouw daarnaast, wat niet... Tijdelijk heel even een school geweest, dan moesten ze er per se uit. En daarna stond het ook weer jaren leeg. Dus het heeft totaal, het is zinloos. Ja, het heeft gewoon geen zin. En er zijn al heel weinig van dat soort plekken nog in Amsterdam, onder alles meteen ontruimd wordt. Dus, En woon jij hier in de buurt? De? Woon jij hier in de buurt? Ja, ik woon in de Oostland. Ja. Dus, dat is de leuke buurt. Ja. Echt een zin. Ze hebben hun zin weer. Het recht moet geschieden. Zoals ze dat dan noemen. Nee, heel jammer. Dat misschien wel een tweede melkweg kunnen worden of zo. Ja. Theater. Ja. Nee, helaas. Ja, ze moeten beter. Ze maken zo'n heel centrum dood ook. Door dat soort laatste plekken eruit te halen. Minutes when they come, don't be frightened, stick together, and it's gonna be just one huge party. Schijnheilig will end up in a party just like it started, but a party, a really meaningful party. It means a party for cultural people and initiatives that cannot find any place else because every other place has a lot of money. Schijnheilig resists to that, and that's why they squat buildings. To take over the buildings, to create the free spaces that nobody has, to create the culture and the political, to give place to political groups that have no space. And that's why we do it. Yeah. And we thank you for supporting us. Yeah. And also, we would like to say thank you to the people that are here locked on in the lock-on. And I would just like to ask, how do you feel?